Goedenavond. Vandaag in Kunst of TV. Saskia Noord spaart in haar nieuwe thriller Niemand, ook zichzelf niet. Aus Gerdanus regisseert twee spektakelstukken, Casanova en de landing op Scheveningen volgende week. Van, ja, de nagespeelde landing natuurlijk, van de toekomstige koning Willem I. En West Side Story. Letitia Gerards en Bastiaan Sparnay staan in het Koninklijk Concertgebouw in Amsterdam in een eigentijdse versie van deze musical klassieker. Ja, West Side Story. Inmiddels alweer meer dan 50 jaar geleden. De film iets meer en de musical nog veel meer. Saskia Noord, daar ben jij natuurlijk te jong voor. Maar heb je wel iets gelukkig met West Side Story? Ja, gelukkig wel. Heb je wel iets met West Side Story? Nou, mijn moeder draaide dat helemaal grijs. En die ging er ook altijd bij huilen, bij die liedjes. Dus... Ja. En vond je het zelf ook mooi? Ja, prachtig. Ja. Echt. Ik kan ze ook nog wel meezingen. Ja, ik ook. Zo oud ben ik toch wel. Ja, ik dus ook inderdaad. Maar dat zegt ook iets over de kracht van de liedjes. Dat je ze toch allemaal kent, ja. Ook best voor je tijd. Aus Gerdanus, jij leefde helemaal op toen je de beelden zag, toch? Ja, het is helemaal mijn tijd. Nou, het is verbijsterend. Ik weet weinig van de musical, maar het is een van de weinigen die vandaag ook nog gemaakt zou kunnen worden. En inderdaad, iedereen kent die liederen. En ook het ballet, maar alles is zo van topkwaliteit en tijdloos. Als je dat vergelijkt met andere musicals uit die tijd, is het onvoorstelbaar wat je hier ziet. Een musical die de tand destijds heeft ontstaan. Een eigentijdse versie gaan deze twee hier spelen. Bastiaan Sparnay en Letitia Gerards. Letitia, voor de mensen die het toch niet helemaal weten in het kort, wat is het verhaal van West Side Story? Het gaat, ja, het is eigenlijk een bewerking van Romeo en Julia. En dat kent iedereen, denk ik, toch wel. En het gaat over twee straatbendes, de Sharks, Puerto Ricaanse Sharks, en de Jets, de Amerikaanse. En in New York, hè, speelt het zich af. Het speelt zich af in New York. Ja. En ze willen eigenlijk gewoon de baas zijn over de straat in New York. Ja. En dan komt er ook nog eens een verboden liefde tussen Maria en Tony. En ze zitten allebei bij de andere groep. En ja, dat zorgt voor problemen. Ja. Bastiaan, wat je hoort hier aan tafel, dat het eigenlijk een tijdloze musical is die nu nog staat. Merk je dat ook? Wat is de kracht voor jou van de West Side Story? Nou, de kracht is inderdaad, één, dat iedereen het kent, maar ook dat het een mix is tussen eigenlijk alles. Dat je het eigenlijk niet in één categorie kan stoppen, maar dat het eigenlijk gewoon, je kan het bijna opera noemen, of musical, of operette, met heel veel dans. En het is eigenlijk niet in één straatje te brengen en daardoor denk ik ook echt een klassieker. En het verhaal is, het blijft actueel, dus daarom is het ook leuk voor ons om te mogen spelen. Omdat wij het ook naar onze eigen situaties kunnen terugbrengen. Dat hebben wij al kunnen zien, want jullie hebben de afgelopen tijd hard gerepeteerd. En onze verslaggever Sandra Parry was daarbij. Today the minutes seem like hours. The hours go so slowly and still the sky is light. It's only just out of reach, down a block on a beach, under a tree. I got a feeling there's a miracle due, gonna come true, coming to me. Wow. Bastiaan Sparnay en Letitia Gerards, zo heten Tony en Maria in het echt. Ze zijn 21 en 20 jaar en bijzonder getalenteerd. A place for me to live in, no better than alright. But here you are, and what was just a world is a star to. En jij pakt me dan vast? Ja, ik pak jou wel als we die hebben gehad. Ja? Yo. Tonight, tonight, the world is full of light. The suns and moons all over the place. Tonight. Ja. Tonight. En dan heb ik wel je hand vast. Ja. Tonight, tonight, it's all began tonight. I saw you and the world went.
geweldig, geweldig. Echt, als ik dit hoor en dan denk aan de première en dat ik dit quintet dan op die trap in het concertgebouw mag zingen met die hoge C. Ik krijg er helemaal de zenuwen van en echt zoveel energie. Zo gaaf. Nou, de voorstellingen van deze eigentijdse West Side Story die zijn trouwens op 3 en 4 december aanstaande in het Koninklijk Concertgebouw in Amsterdam. Letitia, ik heb me laten vertellen dat dit ook jouw favoriete musical is. Ja, hoe komt dat eigenlijk? Nou, eigenlijk wat Bastian net al zei, het is gewoon niet in een hokje te plaatsen. En er zitten zoveel verschillende genres in. Het is klassiek, maar ook een jazz element. En er komt een cha-cha, een mambo in voor. En de rol van Maria natuurlijk. Ja, en de muziek van Bernstein natuurlijk. Ja, ja Bernstein natuurlijk, moet ik eigenlijk Bernstein, zeggen, ja. Op zijn Amerikaans. Bastian, is het bij jou zo, dat, want je bent natuurlijk ook veel te jong om die musical echt te kennen van toen die speelde of de film. Is het een beetje van generatie, wat Saskia ook vertelde, dat je het van generatie op generatie meekrijgt? Ja, ontzettend. Hoe ging dat bij jou? Nou ja, ik ben thuis er sowieso heel erg mee opgevoed. En mijn, met West Side Story? Met West Side Story, ja. Eigenlijk alle musical films die zaten er wel in, maar West Side Story is natuurlijk een hele bijzondere. En mijn ouders kenden zelf ook alle liedjes en konden het allemaal meezingen. Dus dan leer je het al snel kennen en ga je er al snel naar kijken. En, zelfs je oma, geloof ik, hè? Ja, ook mijn grootouders ook inderdaad, oma. Zijn grootste fan, hè? Nou ja, die moet dan wel apart zijn als het zo in jouw familie staat, die West Side Story, dat je nu die hoofdrol speelt. Ja, nou ja, dat is ook echt een heel bijzonder moment. En inderdaad niet alleen voor mij. Voor mij is het prachtig, maar inderdaad voor mijn oma bijvoorbeeld, die leeft er helemaal naartoe nu. Die kan nergens meer anders aan denken. Dat is een West Side Story. En die zit hopelijk nu ook lekker te kijken inderdaad weer. Ja. Dus, ja. Wat voor jongen is die Tony eigenlijk, die je speelt? Tony, dat is eigenlijk best een nuchtere jongen. In tegenstelling dat veel mensen denken dat het alleen maar een romanticus is, is het best wel een nuchtere jongen. Hij probeert zijn eigen identiteit te vinden in een moeilijke wereld waar je eigenlijk alleen maar als groep een betekenis hebt, probeert hij zijn eigen identiteit te vinden. En, probeer je daar ook nog een beetje een Tony anno 2013 van te maken? En hoe dan? Nou, ik denk niet dat ik er per se een 2013 Tony van maak. Ik denk dat ik er mijn eigen Tony van maak. En ja, ik ben nu 21 in 2013, dus ik speel nu zoals ik 21 ben in 2013. Ja, dat gaat jou makkelijk af, want je bent het. Ja, precies. Dus dat, ik denk niet dat ik ben niet mijn best aan het doen om het modern te maken. Nee. Want het stuk is nou eenmaal geschreven en ik kan het alleen maar op mijn eigen manier interpreteren, maar de teksten staan. Het is juist toch actueel, West Side Story? Ja, het is zeker actueel, omdat er, toen het geschreven werd, werd al überhaupt over de sociale problemen. Die zitten er gewoon in. Het op zoek gaan naar identiteit. Je wilt toch bij een groep horen. Staat is ontzettend belangrijk. Mm. En ja, liefde is altijd actueel. Is Maria ook een droomrol voor jou? Ja, tuurlijk. De ontwikkeling die Maria doormaakt is enorm spannend, om het zo maar te zeggen. Welke dan? Nou, je begint als een jonge, vrolijke Maria die eigenlijk nog niet zoveel van de wereld heeft onschuldig gezien. Onschuldig is? Ontzettend onschuldig. En op het einde is ze een volwassen Maria en neemt ze afscheid van haar grote liefde. Die overlijdt. En dus die enorme ontwikkeling door het hele stuk door, dat is een hele erge uitdaging voor mij. Ja, want hoe doe je dat? Ja, het heeft, ja, weet je, we worden überhaupt heel erg goed gecoacht door allemaal super coaches. En dus we staan er niet alleen voor en dat is wel heel erg fijn. Ja. We hebben heel veel repetitiemogelijkheden en samen met Bastiaan, je bouwt samen iets op en je bent aan het uitzoeken wat het beste Maria voor mijzelf is. Dus ja. Want je doet dat ook nog met een beetje, want Maria is Puerto Ricaans. En dat laat je ook een beetje doorklinken. Is dat niet heel lastig? Ja, dat is ontzettend lastig. Dat is ook echt wel een, ja, ik heb er wel een tijd over gedaan. En ik hoop dat het een beetje geloofwaardig overkomt. Maar volgens mij moet het wel lukken. Dat gaan we zien op 3 en 4 december natuurlijk. Ja. Dus ben je nerveus, Bastian? Je kijkt meteen. Ja, nou ja. Vandaag, want dit weekend hadden we dan voor het eerst een volledige doorloop. Met alles erop en eraan. En een fantastisch orkest gewoon dat ons begeleidt. En dan krijg je vandaag het schema te horen voor de komende 2 weken. En dat is dan letterlijk 2 repetities. En dan is het. Ja, maandag gaan dan naar het concertgebouw. En dan kun je daar een beetje kijken waar je op moet en af moet. En dan denk je, oh ja, het is volgende week al. Ja. Nou ja, dat gaan we inderdaad zien. Wat ik grappig vind van jullie is dat je alle twee toch een andere achtergrond hebt. Jij bent klassiek geschoold, je stem. Bastiaan meer musical.
Kies je dan bewust, kies jij er nu voor om een beetje meer musical te zingen? En hoe gaat dat dan? Of? Nou, ik heb ook een musical achtergrond, omdat ik echt met musical ben begonnen. Maar ik heb 1,5 jaar geleden ongeveer de overstap gemaakt om echt klassiek te gaan. Maar mijn grote droom is gewoon klassiek muziektheater. Mm-hmm. Dus dat is dit. Maar wat is dan het verschil? Kun je dat laten horen of niet? Tussen musical en klassiek? Ja, dat of is dat... Jij bent zangeres, dus. Het is zeker een verschil. Ik word opgeleid om zonder versterking boven een orkest uit te komen. Denk aan Volgens mij kun je dat. Volgens mij kan ik dat ook wel. Ja. Maar wij hebben wel geluk dat we gemaakt worden. Want we hebben microfoon ook nog... Krijgen. Ja, we hebben gemaakt. Het werkwoord ik mic. Maar nee, wij praten tussendoor. En dat is vooral het verschil. Dus als wij teksten met elkaar hebben die misschien wat zachter zijn, dan heb je natuurlijk wel die microfoon nodig. En bij opera dan ben je vooral toch aan het zingen. Dus ik denk dat dat een groot verschil is. Jullie spelen, we zagen het net al een beetje, deze wedstrijd, sorry, met een cast die gedeeltelijk bestaat uit amateurs. Laten we daar nog even naar kijken. Opeens hoorde hij in de verte trompetgeschal. Wie weet wat dat is, trompetgeschal. Ik weet nog wel de eerste keer dat ik in het concertgebouw kwam. Toen keek ik mijn ogen uit. Ik vond het zo geweldig. Toen dacht ik wel van wauw, wat gaaf als je in zo'n concert mag meespelen. Voor mij is het de eerste keer, dus ik ben nog echt op avontuurstocht. Oké, dit is dus onze grote zaal. Darren, we hebben een nieuwe speeltuinkel. Sowieso. Het is een jungle. Eigenlijk is alles begonnen in Marum, bij het koor. En ik wilde eigenlijk wel weer bezig met muziek. En nu ik hier woonde, kwam deze kant voorbij, West Side Story. En heb ik uiteindelijk auditie gedaan. Straks staan we hier gewoon voor 1200 mensen. Dan zit het hier gewoon helemaal vol. En dan bedenk ik me wel eens, hoe groot zal dat applaus zijn? Oh, wat leuk om te zien. Denken jullie dat ook? Denk je na over het applaus al, of niet? Stiekem wel. Ja, tuurlijk. Ja, zo'n enorme, prachtige zaal. Ja. Bastiaan, hoe is dat werken met amateurs? Je bent zelf nog jong natuurlijk, ja. Maar toch wel geschoold. En die amateurs niet natuurlijk. Nee, maar het is heel erg leuk om te doen. Je krijgt zo'n andere insteek dan dat je alleen maar met opgeleide mensen werkt. Want die gaan alles analyseren, die gaan alles heel erg nakijken en alvast bedenken hoe ze het willen gaan spelen. En toch, de anderen die gaan er vrijer in. En die ontdekken door het te spelen, ontdekken zij weer dingen die jij eigenlijk van tevoren niet had gelezen, bijvoorbeeld. En je krijgt zo'n andere energie daardoor, dat je ook weer een andere ingang hebt binnen jouw eigen rol. Letitia, leer jij er ook wat van, die amateurs? Ja, sowieso. Het is sowieso een supergroep. De cast is echt ontzettend fijn. We genieten er echt allemaal van. En er ontstaan vriendschappen. En ja, weet je, mijn Maria die ontwikkelt zich ook door gewoon de mensen die om mij heen zijn. Mm-hmm. Dus wat zij mij geven, ja, daar haal ik dingen uit. En ik denk dat het zo ook andersom is. Dus het is een mooie wisselwerking. Ja, ontzettend. Ja. Van een andere manier van kijken naar het stuk en naar je tekst. Ja, precies. Asghar Danis, jij werkt ook met heel veel amateurs volgende week op het strand van Scheveningen.